Je wordt wel lekker gehyped door je vrienden, dat vind ik goed. Oh, we gaan ervoor. What up guys, en welkom terug bij de GoGo Villa in Joret de Mar. Een zomer lang nodigde GoGo Nederlands grootste influencers uit samen met hun beste matties. In verschillende challenges strijden zij in duo's tegen elkaar om de felbegeerde titel Beste Badgast. Jij bepaalt wie de win, dus laat in de comments achter wie jij volgend jaar terug wilt zien. Dit is GoGo's Badgasten. En voor de challenge van vandaag sturen wij onze badgasten de bruisende straten op van Joret de Mar. Hier moeten zij de beste verhalen los weten te krijgen bij de GoGo-toeristen. Dit is de GoGo-vraag. Welkom, wij zijn de GoGo-badgasten. Ik ben Amier. Ik ben Moïse. Ja, nou en ik ben Kai en wij staan voor de bumpers in Joret de Mar. En vandaag gaan wij alle gasten hier de vraag stellen, hoe knap vind jij jezelf nou? En we gaan vragen wat voor cijfers ze zichzelf geven. De vraag der vragen, hoe knap vind jij jezelf? Ik denk een 6. 6. Een 6je? Nee, hier erbij blijven. Maar waarom een 6je? Als zeg maar 10 het hoogste is. Dat is wel echt een hele leuke vraag. Het gaat een hele lange avond worden dit zo. Kun je het uitleggen? Nee. Ik vind mezelf een 8,5. Waarom? Waarom? Ik ben wel gewoon lichamelijk oké. That's quite big. En het gezicht ziet er ook wel normaal uit, maar het is altijd vatbaar voor verbetering. Maar lichamelijk oké. Okay. Mag ik dat even testen? Mag ik dat zien? Hoe bedoel je? Als in... Ik ga ervan uit dat dit dan lichamelijk ook oké is. Ja, maar ik ga niet mijn shit uitdoen. Een klein beetje. Nee, ja, een klein beetje. Kunnen dit is een kleine beetje. Dat je... Nee. Als je echt iemand wil zien die lichamelijk 10 uit 10 is, dan kan ik wel fixen. Die is ergens hier. Maar... Is dat een vriend van je? Ja. Oké, maar dan ben ik wel benieuwd. Ja, dat is 10 uit 10. Jij gaat het willen aanraken. Als je een momentje hebt. Oké, dan wacht ik even als jij zegt dat hij een 10 is. Is goed. Ja, echt. Want ik praat geen onzin. Ja. Oké, dan ben ik benieuwd. Ja? Is goed, wacht even. Ik ga wachten. Goeie 4. Goeie 4? Dat is netjes, hè? Oh, nee, daar heb ik bijna een beetje medelijden mee. Ik zou je een 7,5 geven, minimaal. Oh, echt schatje ben jij. Echt schatje. Nou. Ben ik toch een schatje? Toch iemand die het zegt? Ik heb net even met jouw vriend gesproken. Ja. Hoe knap vind jij jezelf en welk cijfer geef je jezelf? Mezelf. Jezelf. Een cijfer van 1 tot 10. 1 tot 10. Een 10. Dat zei je vriend dus ook, dat jij jezelf een 10 zou geven. Oh ja, nou dat klopt. En hij zei vooral met de reden dat jij een heel goed lijf hebt. Een lijf. Je wordt wel lekker gehyped door je vrienden, dat vind ik goed. Oh. We gaan ervoor. Is het zo goed? Ik ga even van een afstandje even kijken. Kijk maar. Wat voor cijfer geef jij jezelf? 3. Een 3? Wat? Ja. Pas als ik alcohol heb gedronken, een 10. Dus over 5 minuten ben jij gewoon een 10? Nee, ik ben nu al een 10. Oh, je bent nu een 10? Je hebt al genoeg alcohol gedronken. Nee, ik drink niet. Oké. Als jij jezelf een cijfer mag geven. Een cijfer. Een getal. Wie bedoel? Een nummer. Eine Nummer. Was ist mit dieser Nummer? Eine Nummer. Was soll eine sagen? If sie can give yourself eine Number, yeah. Qua ja. Looks. Ich hab's verstanden. Ja? Nice. Was soll das dann sein? 69. 69? Das ist, hoeveel ist das? 96? Das ist meine Lieblingszahl. Between 0 and 10. Yeah. One. A 1? Why a 1? Because I am the 1. Can I ask you one question? No! One question, one tiny question! Why? Okay, no. Okay, tell me. Okay. How beautiful do you think you are? Why? Do you give yourself a number from 1 to 10? I... No.
Come on. Okay, not gonna work. Hello. You are from England. No, I'm from the Netherlands. Netherlands. Wow. Amsterdam. Amsterdam. What's this? Cannes. Yeah, you do. No. You like it? No, it's illegal. You do it here? No, it's illegal. Wat zou jij Pien geven? Ja, gewoon een 10. Oh. En waarom een 10? Gewoon omdat ze een goede vriendin is. En er heel goed uitziet. Ja, dat ook. En wat is het mooiste aan haar? Haar neus, nee, grapje. Wat zei je? weet niet, even kijken. Haar lange benen, dat vind ik mooi aan haar. Ja, die vind ik ook mooi. Ik heb hele korte benen. Ja, ik ook. Wat voor cijfer zou jij jezelf geven? Weet ik veel, 8,5. Nou, oh, dat is wel heel hoog. Nou, dat is niet heel erg aardig om voor je vrienden te zeggen. Nee, ik denk 7 of zo, niet zo. Voor haar? Of voor is het gewoon lastig om te zeggen. Je moet dat zeker zijn van jezelf. Ja, dat vind ik dus ook. Hé, hey, jij hebt een kerstmuts op. Van waar dat? Even een kleine mededeling, een onderbreking. Ik wil dat jullie even allemaal gaan abonneren op het kanaal van GoGo. En ja, gewoon die knop hier beneden, grote rode knop, niet te missen. Gewoon even abonneren. Ik wacht hier eventjes. Ik word per uur betaald, dus ik heb alle tijd, jongens. Is gelukt. Oké, dan gaan we nu weer verder met de video. Ik ben een kerstman. Waarom? Ik geef cadeautjes aan mensen. Als jij jezelf een cijfer mag geven tussen de 1 en de 10? 4. 4? Een dikke onvoldoende. Ja. Waarom? Ik weet niet. Je geeft jezelf een onvoldoende. Ja. Als ik meisjes had, dan had ik het 10, maar ik heb geen meisjes, dus daarom maar 4. Je hebt geen meisjes? Ja, je hebt toch geen vriendin nodig om jezelf een voldoende te geven? Jawel. Ja? Zeker. Succes. Dankjewel. Oké dan. Veel succes, plezier, weet ik niet wat. Ja. Van de kerstman. Ja, dankjewel. Ik heb alleen geen baard, die heb ik afgeschoren. Ja. Ik zie het. Ja. Oké. Hey, thanks. Fijne avond. Acht, denk ik wel. Oké, en waarom een 8? Oh. Ik ben gezellig, sowieso. Grappig. Ik vind mezelf knap. Dus, ja. Daarom, ik ben zelfverzekerd, dus daarom. Ik vind dat je mag zelf zeker over jezelf dat soort dingen zeggen, ja. Sowieso wel een 8, sowieso. Zijn er ook punten aan jezelf wat je niet mooi vindt? Ja. Ik moet af en toe wat sneller naar de kapper, of niet? Ja. Ik moet wat vaker naar de kapper. Laat het zeggen. Het boeit mij niet zo vaak als ik naar de kapper ga of zo. Dus. Maar is het echt zo erg als je niet naar de kapper bent geweest? Ja, bij mij is het dan echt zo. Dan krijg je zo'n matje. Echt zo, ja. Hoe knap vinden jullie jezelf en met welk cijfer? Nou, ik ben best wel trots op mijn lengte omdat ik klein ben. Ik geef mezelf denk ik een 7. Ja, ik ook hetzelfde eigenlijk, maar ik ook gewoon, ik ben lang, ik ben anders. Maar ik geef mezelf ook wel een 7 denk ik, gewoon omdat ik juist lang ben. Dat gebeurt niet vaak, het is iets onbijzonders. Dus. Ja, zeker, lang zijn is zeker bijzonder. Ja, ik ga gewoon met hem mee, ook gewoon lekker een 7. Ook een 7. Ja, weet je, het is net niet onzekerheid, maar ook net niet van kijk, ik ben echt mooi. Het is gewoon tussenin. Nou, ik denk dat we gewoon voor de average gaan. Ook een 7. Ja, meiden, ik vind jullie allemaal super knap. Maar ik vind jou wel de knapste. Ja. Elina! Pas op. Nee, laat me helemaal blozen. Ben je het ermee eens? Nee, absoluut niet. Niet? Nee. Jawel. Ja? Gewoon niet bang en zo. Dank je. En waarom ben je het er niet mee eens? Ja, weet ik niet. Nou, dit vind ik echt kutvraag. Doe de hele dag ongemakkelijk. Wij zitten hier de hele week in de GoGo Villa en wij strijden om de titel Beste Badgast. Nou, vond jij nou ook dat Mo en ik eigenlijk gewoon de uitblinkers waren? Of waren het toch Amier en Joan? Amier en Joan. Sowieso niet. Laat het even weten in de comments. Ja. En dan zie je ons misschien volgend jaar wel terug. Dus stemmen. Ja, en vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. Ook heel belangrijk. En dan zien we jullie weer snel terug. Yo. Tot volgend jaar. Yo. What up guys? Dit was het alweer, de GoGo Vraag. En abonneer allemaal eventjes op het kanaal van GoGo, want er komen nog veel meer toffe video's aan van allemaal GoGo's badgasten, rechtstreeks vanuit Joret. Dus check het, laat even een comment achter en dan zie ik jullie de volgende keer. Oh jawel, skraa!